In het verleden heb ik al een paar solenoid engines gemaakt. Die waren allemaal best wel cool, maar je had bij allemaal een draaibank nodig om ze te kunnen maken. Deze niet. In deze video ga ik je laten zien hoe jij een solenoid engine kan maken zonder draaibank. Ik ben Emiel, de Practical Engineer. Komt-ie! We gaan beginnen met de spoel. De spoel is het belangrijkste deel van de solenoid engine. Want ja, zonder spoel, geen solenoid. In mijn eerdere beelds heb ik hiervoor op de draaibank een speciale bus gemaakt, maar vandaag ga ik de spoel wikkelen om dit buisje met een binnendiamete van 6 mm en twee eindflensen die ik op mijn 3D-printer geprint heb. In mijn eerste solenoid engine wikkelde ik de spoelen op de draaibank, maar dat was bij nader inzien niet zo'n heel veilig idee. Daarom heb ik voor de V8 dit simpele toeltje gemaakt die ik op de boormachine kan doen. Dat geeft me een stuk meer controle en kan ik ook de snelheid wat beter regelen. De gekozen draaddiameter en de totale lengte van de draad bepaalt de spanning waarop de solenoid engine gaat draaien en hoeveel stroom hij daarop gaat vragen. Je kan precies het aantal wikkelingen uitrekenen wat je nodig hebt, maar de vuistregel die ik zelf gebruik is om de dikst mogelijke draad te nemen, maar die nog wel genoeg weerstand geeft. Zelf mik ik altijd voor zo'n 4 ohm. In dit geval gebruik ik een halve millimeter dikke draad van ongeveer 45 meter. Dat geeft mij de 4 ohm die ik wil en bij 12 volt komt het dus neer op ongeveer 3 ampère. Let er bij het wikkelen van de spoel op dat je aan het begin genoeg draad overlaat zodat je hem straks ook kan aansluiten. En dat je tijdens het wikkelen de coating van de draad niet beschadigt. Dat is maar een vrij dunne laklaag en als je hem beschadigt dan krijg je kortsluiting. Let er even goed op dat je de draad nooit zo in je hand neemt dat hij je mee kan trekken in de spoel. Ik hou hem hier dan ook heel los vast en mocht hij vastslaan, dan trekt hij vanzelf uit mijn hand. Voor de plunje van de solenoid gebruik ik een stukje 6 mm rondstaf van normaal staal. Hier slijt ik een vlakke kant aan en ik boor hier een gaatje in met schroefdraad in, zodat ik hier straks de drijfstangen vast kan gaan maken. De plunje maak ik zo lang dat hij in de verste stand nog steeds ruim in de spoel zit, maar dat hij in de kortste stand niet aan de achterkant uitsteekt. Voordat je verder gaat, is dit een mooi moment om de werking van de spoel nog eens even te testen. Het is nu een stuk makkelijker om dingen eventueel nog te fixen of aan te passen dan als alles straks geplaatst is. Omdat deze solenoid engine maar één cilinder heeft, moet hij door zijn momentum teruggaan naar de uiterste positie, zodat de spoel hem vervolgens weer naar binnen kan trekken. Dat is waar het vliegwiel voor nodig is. In de vorige versies heb ik het vliegwiel van aluminium en van messing gemaakt. Voor deze heb ik hem geprint en gebruik ik een aantal boutjes in de buitenring om het nodige gewicht te geven, zodat hij genoeg momentum heeft om de solenoid in beweging te houden. Voor de basis van de solenoid engine heb ik dit blokje geprint waarin ik twee lagen stop voor de centrale as. Aan één kant komt hier het vliegwiel aan en aan de andere kant komt daar dit excenter waar de drijfstang straks aan vastkomt. Maar dit alles moet natuurlijk ook op een voet komen en voor deze versie heb ik die op mijn CNC frees gemaakt. Dat hoeft natuurlijk niet, ik heb dit model ook beschikbaar als 3D-print, maar je zou het ook nog prima met de hand kunnen doen. Om de plunje met de centrale as te verbinden, gaan we een kleine drijfstang maken. En hiervoor gebruik ik deze papieren template die ik op een stukje aluminium plak. Op deze manier kan ik makkelijk de gaatjes op de juiste plek boren en kan ik hem de goede vorm geven. In mijn vorige video's deed ik dit op de lintzaag, maar hier kreeg ik best wel wat kritiek op. En wellicht terecht. Dus vandaag ga ik dat met een vijltje doen. Om de solenoid aan en uit te schakelen, kan je verschillende opties kiezen. In deze video gebruik ik een simpele limit switch. Een switch als deze gaat vaak ongeveer 1 miljoen kliks mee. Voor mij is dat niet zo'n probleem, maar hou er een rekening mee dat 1 miljoen kliks een stuk sneller is dan je denkt. Als die 100 rpm zou draaien, gaat die 166 uur mee. Draait die daarentegen 1000 rpm, dan ben je er al na 16 uur draaien. Best wel snel dus. Denk hier dus even over na bij het besluit van wat voor schakeling je gaat maken. Je zou dit kunnen oplossen door zelf een schakelaar te maken met stukjes koperdraad, zoals ik in mijn eerdere versie gedaan heb. Of om hem contactloos te laten schakelen met bijvoorbeeld infrarood
of met een halssensor. De solenoid zoals ik hem nu gemaakt heb trekt ongeveer 3 ampère op 12 volt. Het is best een hoge stroom om zo te schakelen. En dat zal de schakelaar niet heel erg leuk vinden. En wellicht dat hij zichzelf zelfs vast zal lassen van binnen door de vonken. Om dit te voorkomen kan je een klein circuitje solderen met een MOSFET en een diode. De MOSFET zorgt ervoor dat je met de schakelaar maar een kleine stroom schakelt. En de diode fungeert hier als flyback diode en laat de rest van de stroom uit de spoel netjes weglopen in plaats van naar de MOSFET. Meer van het elektronische schema kan je op mijn blog vinden wat in de beschrijving van deze video gelinkt staat. Maar laten we eens gaan testen. Ik heb deze solenoid engine met twee verschillende accu's getest. Met een 3S accu die ongeveer 12 volt geeft en met een 2S accu die ongeveer 7 volt geeft. Je ziet dat hij op 7 volt ongeveer zo'n 500 rpm haalt. Op 12 volt daarentegen gaat hij een stuk harder en haalt hij bijna 800 rpm. Het is wel zo dat hij op die 12 volt wel een heel stuk heter wordt. Dus waarschijnlijk zal de levensduur wel een stukje korter zijn. Als dit nou de eerste keer is op mijn kanaal, vergeet dan niet te subscriben, want er komen nog een heleboel hele gave projecten aan. Wil je zelf zo'n solenoid engine bouwen? Ga dan even naar mijn website, daar staat alle info die je nodig hebt en kan je zelfs de 3D-bestanden downloaden. Tot volgende week!